In ons land hebben meer dan 1 miljoen mensen last van artrose. Rijden voor het Laurentius ziekenhuis in Remuin om daar meer aandacht aan te gaan besteden. Want nog lang niet iedereen met artroseklachten meldt zich daadwerkelijk bij de huisarts. Artrose is eigenlijk een andere term voor slijtage van gewrichten. En gewrichtsslijtage is eigenlijk een ziekte die het kraakbeen van het gewricht aantast. In de wezen is het zo dat elk bot in het lichaam bedekt is met kraakbeen. En elk gewricht in het lichaam kan aangetast worden door slijtage. En als het kraakbeen aangetast wordt, gaat het gewricht pijn doen en zwellen en ontsteken. En dan krijgen mensen daar pijn van. Nou, in de meeste gevallen gebeurt het op een oudere leeftijd. We zien ook wel dat sommige jongere patiënten die last hebben van slijtage. Meestal is dat dan een kwestie van een aanlegprobleem of een genetisch bepaald probleem. Dus min of meer een erfelijkheidsprobleem. Maar in de meeste mensen is het iets van wat op oudere leeftijd ontstaat eigenlijk. Is er iets aan te doen? Is het te behandelen? Ja, slijtage is zeker te behandelen. We hebben daarvoor verschillende mogelijkheden. We hebben dan de mogelijkheid tussen een operatieve behandeling en een niet-operatieve behandeling. De niet-operatieve behandeling noemen we eigenlijk de conservatieve maatregelen. En die bestaan eigenlijk voor het belangrijkste deel uit pijnstillende maatregelen. Kijk, slijtage op zichzelf is niet iets wat te genezen is. Het is iets wat een ziekte is die geleidelijk doorgaat. We kunnen het hooguit remmen, maar vooral voornamelijk de symptomen bestrijden. En de belangrijkste symptomen zijn de pijn. En dus daar kunnen we iets aan doen met bijvoorbeeld pijnstillers. We kunnen met fysiotherapie de gewrichten soepel houden en sterk houden. We kunnen met injecties kunnen we de gewrichten ook verdoven en daardoor langdurig de pijn stillen. En als uiteindelijk de conservatieve maatregelen onvoldoende werken of niet afdoende zijn voor de pijn, dan kunnen we overgaan op operatieve behandelingsmogelijkheden. En in veel gevallen, voor veel gewrichten, zijn er tegenwoordig mogelijkheden om die gewrichten te vervangen voor een prothese. En voor sommige gewrichten waarbij dat niet mogelijk is, kunnen we vaak toch operatief iets doen in de vorm van het gewricht deels te verwijderen of door bijvoorbeeld het gewricht vast te zetten. Is het zo nou ook zo dat dit veel meer voorkomt? We zien eigenlijk in de loop der jaren een geleidelijke toename van het aantal patiënten met slijtageklachten. En we zien ook zeg maar, dat het aantal behandelingen ook steeds toeneemt. Met name door de goede resultaten die er geboekt worden met de huidige protheses, die zich ook in de loop der jaren steeds beter hebben ontwikkeld. Waardoor de resultaten goed zijn en mensen eigenlijk ook snel in aanmerking kunnen komen voor een operatieve behandeling. En daar ook snel weer op de been doorkomen en tevreden zijn met de behandeling. Vaak is het toch nog zo dat er sommige mensen te weinig op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. Dat is ook de reden waarom we vaak zo'n volgingsavond over slijtage houden hier in het ziekenhuis. Zodat eigenlijk iedereen kan worden bijgepraat over de huidige ontwikkelingen en de mogelijkheden op dit gebied. Dus als iemand wat ouder wordt en klachten krijgt, ja, dan moet je er dus eigenlijk niet mee blijven zitten. Dat is dus de boodschap. Dat is zeker de boodschap. Mensen, er is altijd iets aan te doen en mensen kunnen natuurlijk altijd via de huisarts naar ons toe worden verwezen. En dan kunnen we altijd per patiënt gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Vaak is het ook zo dat we natuurlijk met behulp van röntgenfoto's of scans een goede diagnose kunnen stellen en dan in overleg met de patiënt kunnen beslissen wat er allemaal aan te doen is. Als mensen meer willen weten, dan is het zo dat wij op 16 februari aanstaande een informatieavond hebben georganiseerd over artrose. Die avond is helaas helemaal volgeboekt. Daarom is er op 24 maart nog een tweede avond georganiseerd, waarbij mensen weer zich kunnen aanmelden via de website van het ziekenhuis voor extra informatie over artrose en over de behandelingsmogelijkheden daarvan.